Wat is een goede film? Ja, dat is een hele goede vraag. Een goede film is die enerzijds inspireert en anderzijds je iets laat zien wat tot verwondering leidt. Als ik naar de bioscoop ga en ik zeg, nou, dat was een goede film, dan ben ik ergens in die film ben ik vergeten waar ik zit en waar ik ben. Een goede film die klinkt na, de dag erna, twee dagen na, die neem je als het ware mee. En dan moet er meer gebeuren dan het kortstondige momentje van vermaak. Dus dan moet je toch aan het denken gezet worden. And action! Waar is die voorstelling? Film maken is helemaal niet romantisch. Ik bedoel, dat is helemaal niet wakker worden met een lumieus idee en je schrijft in één adem een script en vervolgens ga je die maken en iedereen is blij. Film maken is meestal vrij hard werken, heel hard ploegen en ontzettend veel weggooien. Dat is eigenlijk. Voor elk goed idee zijn daar 10 andere ideeën aan vooraf gegaan die allemaal zijn weggegooid. And it is your emotion is always underneath. Like think so. The moment... Mijn grote tip voor aankomende filmmakers is kijk uit voor je eigen ideeën. En dat is voor mij is de grootste vijand van een goede film zijn de ideeën van een regisseur. Omdat in de veelheid van mogelijkheden die je hebt als regisseur wil je als het ware structuur aanbrengen. En structuur aanbrengen is dat je in één keer denkt, weet je wat, we vertellen die hele scène of al die scènes in één shot. Nou, op het moment dat je dat voor jezelf besloten hebt, dat dat je geniale idee is, betekent dat je op de set niet open staat voor wat de acteurs daar doen, of wat er in de omgeving gebeurt, of wat er misschien het verhaal nodig heeft. Dan vaar je blind op dat lumieuze idee. En in de montage kom je dan achter van, wat onwaarschijnlijk zonde dat ik hier niet nog een tweede shot gedraaid heb.